Annemiek, La Course, Giro Rossa, even een paar keer avondetappen, een keer naar Tokio. Drukke weken voor jou. En nu ook nog even hier? Ja, het was even een beetje een gekke reis rond de wereld, maar wel nuttig om naar Tokio te gaan. Ik heb er wel ongeveer alles aan gedaan om mijn Giro-vorm een beetje te verliezen, denk ik. Maar dat was wel heel nuttig en een goede periode om dat te doen. Hoe bedoel je dat? Gewoon lekker genoten daar? Nou ja, gewoon reizen word je natuurlijk nooit echt veel beter. Dus ik heb 2 weken ongeveer niet getraind. Dus ik ben zaterdag weer begonnen met echt serieus trainen om op te bouwen naar het WK. Maar even 2 weken zonder trainingsschema, zeg maar. Maar je bent er natuurlijk al even geweest, maar het is nog iets minder dan een jaartje, hè? Ja, daarom. Het was heel goed om in dezelfde periode te zijn qua klimaat, zodat we kunnen kijken. Want het is daar, naast dat het heel warm is, zal het er ook heel erg luchtvochtig zijn. En dat is de reden dat het voor ons heel belangrijk was om ons daar goed voor te bereiden. Was het uiteindelijk ook een nuttige trip? Ja, het was een nuttige, ook een parcours verkend. Het was ook leuk om even wat van Japan te zien, want volgend jaar zit ik daar met oogkleppen op, mocht ik geselecteerd worden. Dan zit je zo gefocust en nu hebben we echt even alles van het, hoe rader het eten, hoe beter. En echt even van Japan ook genoten en om ons heen gekeken. Een soort werkvakantie. We waren er 2 dagen, dus 2 dagen vol gas verkennen en ik zou het niet per se vakantie willen noemen, 2 dagen in het vliegtuig, 2 dagen daar, maar het was wel heel nuttig om daar om die investering te doen. Nou was je daar, nu sta je hier gewoon in Nederland. Het is best druk, hè? Ongelooflijk druk, zo tof. Voor mij is dit 5 jaar geleden voor het eerst voor de vrouwen georganiseerd. Als ik nou zie hoeveel mensen er nu al zijn, alleen voor de vrouwen en hoe populair het vrouwensport ook geworden is, is echt super mooi om te zien. Ja, vooral als je bent amper gefinished en je zet alweer handtekeningen uit te delen. Ja, het is niet mogelijk om alle foto's, bezoeken en handtekeningen te voldoen, maar helaas. Maar ja, het is ook alweer een heel goed teken dat er zoveel mensen op afkomen.